Helemaal, ik ben Mandy. Leuk dat je kijkt. In deze video geef ik jullie mijn ervaring met de examens. En in de video van morgen geef ik jullie nog eens 10 examentips. Dus als je dat leuk vindt, hou dan even mijn kanaal in de gaten. Of abonneer eventjes hier beneden. En dan kun je morgen nog 10 examentips krijgen. Veel kijkplezier! Het is nu maart en dat betekent dat het over 2 maanden mei is. En in mei vinden altijd de examens plaats. Ik heb vorig jaar examen gedaan en ik vond het best wel een beetje spannend. Ik weet zeker dat er nu ook mensen zitten te kijken die nu al helemaal in de stress zitten voor hun examens. Ik ga dus nu in deze video mijn ervaring met mijn examen vertellen. Ik merkte tijdens het editen dat ik het niet duidelijk heb verteld, maar ik heb examen gedaan in 6 vakken voor VMBO Theoretische Leerweg. Toen ik in de 3e klas zat, had ik niet helemaal goed het besef dat mijn cijfers die ik toen haalde ook nog voor een deel meetelden bij mijn echte examens. Dus dat waren niet altijd al te goede cijfers. Dus als je nu in de 3e klas zit, of het jaar voor je examenjaar in ieder geval, bijvoorbeeld bij HAVO of VMBO, telt het ook mee. Dan moet jij goed beseffen dat je cijfers van die klasse ook mee gaan tellen voor je examens. En het kan best wel een verschil maken met hoe snel jij slaagt of hoe snel jij zakt. Op school waren wij het hele jaar al oude examens aan het maken. Dus dat was super handig, want daarmee word je al wel een beetje voorbereid op de echte examens. Op mijn oude school kreeg je ook examentraining. En ik denk dat dat op best wel veel scholen hier in Nederland is. Dat moet je ook gewoon eventjes navragen bij je school, want dat is altijd handig. In de week voor de meivakantie en in de week na de meivakantie kregen wij examentrainingen. En daar kon je jezelf voor inschrijven. Dus het was eigenlijk aan jezelf of je daar naartoe ging of niet. Maar dat is altijd handig, want sommige leraren geven hele goede tips en daar kun je heel erg goed oefenen. Want als je iets niet begrijpt op dat moment nog, kun je het dan nog vragen aan je leraar. Dan denken veel mensen ook dat je alleen maar moet gaan zitten blokken. Vooral ook in de meivakantie. Nou, ik had 2 weken meivakantie en ik ging echt niet iedere dag alleen maar zitten blokken. Ik ben zelfs nog een weekendje weg geweest. Dus toen heb ik ook niet geleerd. Het is ook gewoon fijn om er even tussenuit te gaan. En niet alleen maar zitten te leren. Want dan kan je het echt niet meer allemaal onthouden. En dan gaat het gewoon ook helemaal niet goed met je. Je kan echt wel gewoon een keertje een dagje met je vrienden wat leuks gaan doen. En dan leer je de ene dag wat meer dan de ander. Of je begint gewoon op tijd en dan verspreid je het goed. Ik ben nooit zo heel erg zenuwachtig. Op dat moment had ik wel wat gezonde spanningen voordat ik mijn examens inging. Maar dat is logisch. Dan ben je ook altijd wel goed gefocust als je dat hebt. En ik denk dat iedereen dat wel heeft voor je examens. Want het is toch wel echt wel een heel belangrijk iets uit je leven. Bij mij vonden de examens plaats in de gymzaal. Het was best wel een grote gymzaal. En daar zat ik dan gewoon met alle VMBO-klassen. Je tafeltje werd aangewezen, want op elke tafel lag een blaadje met een naam. En bij die naam moest jij gaan zitten. Want dat is gewoon ingedeeld op alfabetische volgorde. Voor in de gymzaal hing een klok, zodat je kon weten hoe laat het was en hoe lang jij nog de tijd had. Bij het laatste half uur en het laatste kwartier werd dat ook omgeroepen. Dat vond ik wel heel erg fijn. Want dan kan je toch nog eventjes kijken hoeveel tijd jij nog over hebt om de laatste paar opdrachten te maken. Bij mij zaten ook aan alle kanten van de gymzaal, voor, achter, midden, aan de zijkanten, zaten ook een aantal leraren die gewoon op iedereen aan het letten waren. Of je iets zat af te kijken bijvoorbeeld. Want even serieus mensen, je moet echt niet gaan afkijken bij je examens. Want als je daar dan betrapt wordt, heb je een 1 en dan ben je nog verder van huis. En dat gaat niet goed. En ik denk niet dat jij nog dat jaar over wilt doen. Halverwege ons examen kregen wij ook een kopje koffie of thee. Dat kon je krijgen. Dan moest je gewoon een blaadje koffie of thee omdraaien. Ik hou daar niet van, dus ik heb het helemaal niet aangenomen. Werd je wel een beetje van afgeleid dat ik kwam gewoon met zo'n karretje tussen de tafels doorrijden. Dat was wel een beetje naar. Maar toch. De tafels, die waren dan ook groter. Bij ons waren het grotere tafels dan die in de normale lokalen stonden. Dus je kan wel gewoon je examenboekje hier openleggen en je opdrachten daar. En nog een bijlage aan de andere kant leggen. Niet dat je daar te weinig ruimte voor hebt, want dat zou super irritant zijn. Wij hadden wel irritante stoelen, want we zaten gewoon op klapstoeltjes. Dat was niet al te lekker. Er was zelfs een meisje bij ons en die had een kussentje meegenomen. Ik dacht eerst wel van een kussentje, ja, een beetje gek, weet je wel. Maar uiteindelijk bleek dat heel erg handig en fijn te zijn. Ik had 2 uur de tijd voor mijn examen bij HAVO en VWO. Duurt dit volgens mij 3 uur, omdat die gewoon een langere toets hebben. Maar 2 uur is natuurlijk best een lange zit. Af en toe kun je gewoon eventjes wat drinken. En ik had een bakje met ongezouten cashewnoten mee, anders krijg je natuurlijk heel veel dorst. En ook nog 2 blokjes chocola. Als ik dan eventjes geen energie meer had of ik wist een vraag echt niet, dan nam ik een stukje chocola en dan, ja, dan wist ik het gewoon
Misschien meer, hoopte ik. In de eerste examenweek begon ik op dinsdag en had ik 4 examens. En in de tweede week had ik nog maar 2 examens en daarna was ik vrij. Bij de meeste van mijn examens begon ik pas om 1:30 'smiddags. Aan de ene kant is dat wel fijn, want dan kan je in de ochtend nog eventjes goed uitrusten. En dan kan je nog eventjes examens leren. Of gewoon eventjes wat doornemen. Moet je niet te veel doen, dan raak je alleen maar van door de war. Maar eventjes kan nog wel. Dus dat was wel fijn. Ik heb ook 2 keer dat ik in de ochtend begon. En ja, dan zit je wel vroeg in die zaal, maar dan heb je het in ieder geval wel gehad. Je kan na afloop, als je examen hebt gemaakt en je hebt nog tijd over, kan je antwoorden overschrijven op een blaadje. Ik heb dat zelf niet gedaan, want dan moet je weer wachten tot iedereen klaar is en tot de dyslecten klaar zijn en tot eigenlijk heel Nederland klaar is, want dan mogen ze pas het blaadje meegeven. Als ik thuis was, ging ik echt niet gelijk al aan de bak om het weer te leren. Ging ik eerst gewoon eventjes een middagje chillen en daarna ging ik wel even leren voor mijn volgende examen van de volgende dag. Want bij mij was het best wel fijn. Ik had geen 2 examens op 1 dag. Dat ligt eraan aan welke vakken jij in je pakket hebt en welke jij hebt gekozen. Want dat deden ze in op een paar dagen. Ik had toevallig dus elke dag maar 1 examen en dat was wel heel erg fijn. Na je examens ben je 2 of 3 weken vrij. In die tijd had ik nog wel een examenfeest. Dat was heel erg gezellig. Ook gewoon leuk om iedereen te zien, om even bij te kletsen natuurlijk. En daarna had ik op donderdag 16 juni de uitslag van mijn examen. En die dag was super spannend. Ik heb die dag toevallig ook gevlogd. Ik zal die eventjes hierboven in het i'tje zetten. En dat was echt een hele spannende vlog. Ik heb ook gevlogd dat ik werd gebeld. En hoe het allemaal ging en zo. En ja, eerst was het nog niet heel zenuwachtig. Maar ja, als het steeds dichterbij komt. En mensen uit je klas worden steeds sneller al gebeld terwijl je dat hoort. Dan denk je al van, oh shit, zou ik gebeld worden? Ben ik geslaagd? Ben ik gezakt? Dat was echt een hele spannende dag. Want het hangt er toch wel vanaf of jij een nieuw jaar gaat overdoen of niet. In ieder geval, ik had dus mijn examens gehaald. Ik heb al een herkansing gedaan, want ik dacht dat ik anders spijt zou krijgen. Ik ben niet goed in Engels. Mijn Engels toets had ik ook dus niet zo goed gemaakt. Dus ik dacht, ik ga hem wel herkansen. Er kon toch niks meer gebeuren. Ik kon alleen maar een hoger cijfer halen op mijn diploma. Maar helaas is mijn herkansing slechter gegaan dan mijn normaal examen. Maar verder maakte dat op zich niet zoveel uit. Want ik ben alsnog geslaagd. En ik dacht, ik kan het altijd proberen. Want anders krijg ik later misschien spijt. Ik moest die dag daarna naar school te komen om mijn herkansing te ondertekenen. En verder, ja, gebeurde er niet zoveel. 2 weken daarna kwam de diploma-uitreiking. Die heb ik toevallig ook gevlogd. Dat zal ik ook eventjes hier in het i'tje zetten. En dat is natuurlijk ook gewoon een hele bijzondere dag. En dat je gewoon je diploma in je handen hebt. Dat is gewoon heel speciaal, want dat is heel erg belangrijk voor de rest van je leven. Bij mijn examenuitreiking kreeg ik zo'n leuk hoedje, weet je wel, zo'n Amerikaanse. En nog een leuk boekje met allemaal foto's en verhaaltjes van iedereen. En natuurlijk het allerbelangrijkste, mijn diploma. Nou, dit was dus mijn ervaring. Ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt. Als jij dit jaar examens hebt, heel veel succes. Ik hoop dat je je examens haalt. Vragen stellen mag altijd in de reacties. Ik zal ze beantwoorden. Als je het een leuke video vond, doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwe video's. En zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!